Als de onrust in de Noord-Afrikaanse staten ons iets duidelijk maakt, dan is het wel dat autoriteit niet meer is wat het ooit was geweest. Je denkt dat je op je basis van je autoriteit een land kan regeren, zelfs een organisatie kan managen, maar inmiddels zijn je volgelingen, je burgers, maar ook je medewerkers een heel andere mening toegedaan. Ze denken over de zaken totaal anders, ze begrijpen je niet, ze weten niet wat je bedoelt, ze zijn het niet met je eens. De omstandigheden waarin je leiding geeft zijn veranderd en ze willen iets anders, ze willen iets nieuws. Dat maakt de onrust in Tunesië, in Egypte en misschien volgen nog wel meer staten duidelijk. Maar ja, iets dergelijks zien we natuurlijk ook in ons land. Wel minimaal, niet te vergelijken met wat er daar gebeurt, maar toch. En ook bedrijven kennen dat, want laat ik me concentreren op organisaties. Ook in organisaties kan jij een manager zijn, een leidinggevende. En dat doe je misschien op basis van je autoriteit. Want je hebt de functie van manager, je zit in de kamer van een manager. Je rijdt een auto die past bij de functie van manager. Je mag een brief ondertekenen met je titel manager. Dus ja, wie twijfelt er eigenlijk nog aan jouw autoriteit? Nou, die tijden zijn voorbij. Het heeft ook te maken met het informatietijdperk. Medewerkers kunnen veel sneller aan informatie komen, informatie achterhalen. En op het moment dat jij ze niet vertelt wat je van hen verwacht of wat er speelt, dan ontstaat er al of wordt er al afbreuk gedaan aan je autoriteit. Dat is een van de onderwerpen in het boek, wat geschreven is door Linda Hill en Kent Lindmark, Being the Boss, de drie eisen om een groot leider te worden. Ze zeggen eigenlijk die drie eisen of die drie voorwaarden zijn: manage jezelf, manage je omgeving en manage je team. Makkelijk, toch? Nou, autoriteit speelt daarin een rol. Het is een mooi hoofdstuk. Het boek is dan ook een aanrader. De vraag is nu alleen, wat moet je dan doen om die baas te zijn? Nou, zij verwijzen naar leiderschap en daar zijn ze weer. Die twee essentiële voorwaarden waar we het in het Management Pro blok al eerder hebben over gehad. Communicatie en commitment. Commitment aan je werk en dat wat er van jou wordt verwacht als manager, als leider. En dat ook nog eens een keer met de volle 100% en overtuiging communiceren. Jawel, het is niet makkelijk om een baas te zijn. Maar ik wens je toch veel succes.